welkom bij deze video en vandaag vertel ik je welke fouten je niet moet maken wanneer je traint voor een sixpack. Als ik aan je vraag, verzin één oefening voor je buikspieren, voor je sixpack. Aan welke oefening denk je dan? De kans is vrij groot dat je of aan sit-ups denkt of aan crunches. Maar dit zijn niet altijd de beste oefeningen en ik zal je vertellen waarom. Ik heb hier achter mij wat poppetjes getekend. We beginnen bij het eerste poppetje. Dit vierkante blokje, dat is mijn heup, slechts mijn bekken. En ik heb hier vier spieren getekend. De buikspieren, de sixpack, de rugspieren, de spieren aan de voorkant van je benen, quadriceps en aan de achterkant de hamstrings. Ik wil het alleen even hebben over de hamstrings. Je hamstring hecht vast op je bekken en net onder je knieholte. Eigenlijk op het onderbeen. En wanneer ik zou gaan zitten en ik buig mijn been hier, wat ik dus hier heb getekend bij het tweede plaatje. Ik buig mijn been, dan wordt mijn hamstring korter. Wanneer ik dit been zou strekken, wordt hij weer lang. En heel veel mensen zitten tegenwoordig heel veel, bijvoorbeeld in een auto of achter hun werk of achter hun bureaustoel op hun werk of tijdens het ontbijt. Heel veel van die mensen die zitten ook nog eens met een bolle onderrug. Waardoor dus je bekken helemaal kantelt en deze hamstring nog korter wordt. En wanneer spieren dus zoals deze vaak aangespannen en kort zijn, worden deze gespannen. Wat deze hamstring wil gaan doen wanneer jij rechtop staat, dat is kort blijven, omdat hij heel de dag gewend is om in die positie te zijn. Wat dan gaat gebeuren is dat jouw heup naar achter gaat kantelen. Onthoud het even. Wanneer we in combinatie met de gespannen hamstrings ook nog heel veel buikspierwerk gaan doen, dus sit-ups, crunches, etc. Hetzelfde wat er met die hamstrings gaat gebeuren, gaat dan ook gebeuren met je sixpack, met je buikspieren. Doordat je die heel veel traint, worden ze natuurlijk gespannen, grote, sterke, strakker. Dus die buikspieren die je hier aan je ribbenkast vasthecht en onderaan je heup, die wil kleiner worden, die wil gespannen. Dus die gaat naar elkaar toe trekken. Wat er dan gaat gebeuren in dit iets wat overgedramatiseerde verhaal is dat mijn hamstrings strak zullen zijn. Dus die kantelen die heup onder achter en jouw buikspieren doen exact hetzelfde, alleen die kantelen die heup omhoog. Dus deze twee spierroepen werken met elkaar mee om die heup te kantelen, dat bekken te kantelen. De spierroepen in de tegenovergestelde richting, dus je quadriceps en je rugspieren in dit geval, die worden lang en slap. Dit, wanneer je zo'n postuur hebt, dan word je niet vrolijk, want het is heel veel werk om daarmee vanaf te komen. Het is niet onmogelijk, maar het kost je heel veel werk. Dit noemen we posterior pelvic tilt, oftewel een bekken wat naar achter toe gekanteld is. En dit komt vrij vaak voor in het dagelijks leven. Ik ga je zo een aantal clips laten zien en denk maar eens aan hoe vaak je rug in die bolle positie zit. Komt ie! Komt de situatie vrij vaak voor in het leven. Het is dus niet echt een heel gek idee om de spieren in de tegenovergestelde richting ook eens een keer te trainen en niet alleen maar te focussen op die sixpack. Maar dat wil ik in een andere video nog wat uitgebreider uitleggen over stretchen en dergelijke en hoe je dit probleem wat uitgebreider oplost. Ik wil het voorlopig nu alleen even houden bij de sixpack. Een tweede nadeel aan sit-up, crunches, etc. is dat het zeer belastend voor je rug kan zijn.
En er zijn ook genoeg betere oefeningen. En één daarvan is bijvoorbeeld de plank. En ik zal je uitleggen waarom. Hier zie je een foto van mij in staande positie. En hier zie je een foto van mij waar ik een plank uitvoer. Wanneer we deze foto draaien, dan zul je zien dat mijn heup, mijn complete lichaam er bijna exact hetzelfde uitziet als wanneer ik rechtop sta. Door de plank uit te voeren versterk ik niet alleen mijn buikspieren en de rest van de core, maar ik leer mezelf dus ook een betere houding aan te nemen, zelfs wanneer ik niet sport. Heb je wat gehad aan deze video? Laat dan even een duimpje achter. En wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal, want dan kun je ook gelijk abonneren. Bedankt en tot volgende week.